We zijn 2 jaar geleden begonnen. 2 jaar geleden kwam mijn goede vriend Edward naar mij met: kijk, we willen iets doen met de geschiedenis van de fabriek, met de geschiedenis van de regio, met de tabak in West-Vlaanderen. En van die iets is er samen met de gemeente, de provincie, ondertussen met VZW De Sigaar en uiteraard Cortes, eigenlijk een fantastisch resultaat geboekt. Ik wist niet wat ik zou krijgen, maar het is heel deskundig opgepakt, aangevat en uitgewerkt ook. Het toont de geschiedenis van de mens, doorheen de geschiedenis van het bedrijf, maar ook de geschiedenis van de oorlog, van de kleine mensen in de oorlog, van de vernietiging van de fabriek, van lief en leed, van heropstanding. Zeer educatief ook, met beelden van handzamen, met de bommenkraters na de geallieerde bombardementen. Het is een pakkende en zeer educatieve tentoonstelling. Het vrij unieke is toch wel dat de publieke sector hier samenwerkt met de private sector, met de familie van de Marlieren. En ik heb het daar straks ook gezegd, ik vind dat een fantastisch gegeven dat een familie, een bedrijf, zich ook engageert om rond cultureel erfgoed zijn bijdrage te leveren. Ik denk dat dat toch wel een punt is die mag toegejuicht worden. Ik ben trots. Preus, zoals ze in het West-Vlaams zeggen, echt om zoiets moois binnen de muren van ons bedrijf te hebben. Het is een groot bedrijf in een U-vorm en je hebt er zo geen zicht op van aan de buitenkant. En, het bedrijfsbezoek was heel snel, maar was toch ook wel indrukwekkend. En het contact met de mensen was ook heel bijzonder. Peter.